Goed zo. Yep. Enjoy. Sinds dinsdag weer terug in het zwembad. Hoe moeilijk was het om gedwongen te stoppen? Ontzettend moeilijk. Ik heb natuurlijk een periode meegemaakt dat ik niet mocht zwemmen vorig jaar met mijn schouder en mijn pols. Dit was wel heel anders. Vorig jaar wist ik dat ik van mijn polsblessure zou ik herstellen. Die pols was gebroken, die gaat weer helen en dan kun je weer door. En dit was een proces dat eindeloos leek. Omdat er wordt een diagnose gesteld en je weet niet wat het eindresultaat gaat zijn. En dat maakt het gewoon heel erg moeilijk. En er valt geen strijd te leveren. Je kan niet ergens tegen vechten of wat dan ook. En het overkomt je gewoon. Dus het afwachten en wachten op een eindoordeel, wat dat betekent voor je toekomst, dat was nog het allermoeilijkste. Want je weet niet wanneer dat gaat komen, want onderzoeken duren gewoon heel lang. Ja, en uiteindelijk is het dan toch nog wel heel snel gegaan. Wat was je moeilijkste moment in deze fase, Juri? Het moeilijkste moment is toch echt wel... Het klinkt heel raar. Op de dag van mijn verjaardag, die had ik eigenlijk al heel lang gepland dat dat op Thailand zou zijn. En ik was super blij met het filmpje dat ik geef van mijn teamgenoten. Dat was opgenomen en dat kwam als een enorme verrassing. Een paar uur daarna had ik wel echt een heel groot dieptepunt. Omdat ik toen pas besefte hoe erg ik het miste en hoe graag ik bij het team aanwezig had willen zijn. En dat is dan echt een enorme klap. En dat probeer je dan van je af te praten. Maar gelukkig heb ik dan veel teamgenoten die ik toch kan contacten om steun te zoeken. En daar ben ik enorm blij. Je hebt aangegeven vorig jaar aardig wat blessures. Hè? Rugblessure, schouderblessure. Nu toch eventjes een moment van een hartkwaal. Hoe zie je de toekomst voor je? Ja, eigenlijk een beetje hetzelfde als vorig jaar. Natuurlijk een soort van waarschuwing gekregen. En vorig jaar ben ik weer rustig aan begonnen. En eind december was ik echt alweer in topvorm. Dat heb ik helaas niet kunnen laten zien in Thailand en vervolgens op de Challenger in Drachten. Dus dat vind ik wel heel jammer. Maar de opbouw zal niet heel veel anders zijn. Voor mij bestaat deze week vooral uit weer zwemmen voelen en weten wat het water met je doet met je lijf. Hoe dat je door het water moet bewegen. En vanuit daar gaan we weer een opbouw maken richting Swim Cup. Dat is toch een belangrijke wedstrijd dit jaar gezien het toernooi deze zomer. Een belangrijke rol is denk ik weggelegd voor de mensen rond het team. En welke rol speelde de teamarts daarin? Ik heb heel veel contact gehad met Reinier. In het begin dagelijks, eigenlijk tot en met mijn verjaardag. Soms wel meermaals per dag. Blij dat we kunnen facetimen, kunnen skypen en kunnen bellen. Al dat soort dingen. Dus daar heb ik veel gebruik van gemaakt in. Met Reinier als teamarts wist ik dat ik een goede spil in de handen had om bij professionele artsen terecht te komen, ook internationaal. En daar heb ik dan ook gebruik van gemaakt. En ook als ik kijk wat Kees Rijn vanuit NOC-NSF voor mij heeft betekend. Ja, de netwerken zijn heel belangrijk en dat heeft ervoor gezorgd dat er snel gehandeld kon worden. En dat ik binnen zo'n enorm snelle tijd mijn uitslag heb gekregen. Ja, dat is gewoon top. Denk je kwalificeren voor Berlijn? Goeie vraag. Het is natuurlijk kort dag en ik zal er alles aan doen om in Eindhoven in ieder geval topfit aan de start te verschijnen. Sowieso deze week gebruik ik om op te starten en zal ik vrijdag of zaterdag met Martin een gesprek hebben om een vaste planning te gaan maken. Daarnaast denk ik dat het handig is om nog een gesprek met Joop Alberda, de technisch directeur, te plannen. Om te zien of die planning inderdaad matcht met een fatsoenlijke manier van kwalificatie voor Berlijn. Of dat we daar misschien een mouw aan kunnen en mogen passen natuurlijk. Maar dat is volledig aan Joop. Nogmaals, ik heb goede hoop op een goede afloop. En dat ik deze zomer nog een mooi toernooi kan doen.